Na de bekerwedstrijd DVS tegen OJC, Joram Hendricks, wat maken we ervan vandaag? Ja, dan moet ik even nadenken. Maar mijn eerste reactie is zwaar teleurgesteld. Ja. Yeah. En met name over de eerste helft en dan vooral de eerste 15 minuten. Ja. Dat is ook de fase waarin je 2 doelpunten tegenkrijgt. Volgens mij ook wel waar we onze ploeg voor hebben gewaarschuwd. Hè? De lange bal, de diepe 10, de grote spits. Ja, eerste vrije trap die zij krijgen, volgens mij na een minuut of 2, 3, die wordt bij de tweede paal ingeslingerd. In mijn ogen, en volgens mij voor heel veel mensen, werd Tim van den Berg ook wel omver geduwd. Maar uiteindelijk viel die ergens achter en het doelpunt. En ik vond het gewoon stroperig. Ik vond het ballen op, ik noem het dan zakhoogte, maar op kniehoogte in plaats van over de grond. Terwijl we dat de afgelopen weken hartstikke goed deden. Kwamen we ook weinig in de 16, vond ik. We waren weinig gevaarlijk, omdat we steeds slordig waren. Uiteindelijk ook weer omschakeling, hoge bal. Worden we omver gelopen rond de middenlijn, kunnen ze doorlopen. En dan zit hij er ook weer in, de tweede. Ja. En dan moet ik zeggen, de bal die Zico afmaakt. Hè, ook een klutsbal. Bal wordt volgens mij via een stift wordt die daarin gebracht. Keeper let volgens mij niet even op. Nee. Daar zit Zico dan wel goed bij. Daar was ik vooral over de eerste helft ben ik heel teleurgesteld. Ik vind de tweede helft hebben we echt wel laten zien dat we kansen kunnen creëren. We krijgen 2 echt enorme kansen. Dat is weliswaar in de laatste fase, maar het is toch lastig om er doorheen te spelen met zoveel mensen achter de bal. Maar ja, dat snap ik vanuit Rosmalen. Ja, OJC speelt dit spelletje denk ik vaker, wat ik een beetje begrijp. Heel veel mensen achter de bal. Maar ik vond ze ook wel, en dat is misschien wat je zelf ook bedoelt, ik vond het een beetje flegmatiek soms, ook tegen het nonchalant aan in het eerst. Vooral tot aan die 2 tegentreffers. Ja, hoe verklaar je dat? Nou, ik kan dat alleen maar beamen. Ik vond dat ook. En dat, of dat dan nonchalant is of flegmatiek. Ja, ik vind met name dat het te maken heeft met, het klinkt heel makkelijk, maar concentratie. Ja. Gewoon vragen, gewoon doen wat er gevraagd wordt. Doen waar we ze op voorbereiden. Doen we ook waar we goed in zijn, met name dat. Ja. Wat we de afgelopen weken hebben laten zien. En dat hebben we gewoon met name de eerste kwartier, 20 minuten totaal niet gedaan. Nee. Daarna werden we iets beter, hadden we iets langer de bal, maar vond ik het nog steeds niet goed. Hmm. Want wat ik zeg, ballen op riffhoogte, het is gewoon, was vandaag gewoon onvoldoende. En dan heb je hem ook niet afgedwongen. Nee. Hebben we dat misschien ook een beetje nodig? 9 punten, iedereen best wel positief. Maar liever ga je natuurlijk door in de beker. Maar als je er zo naar kijkt, dan denk je van, het echte gif hebben we wel nodig om ook tegen dat soort taaie tegenstanders gewoon te winnen. Ja, daar gaan we vaker mee maken. Kijk, uiteindelijk begint dat ook bij ons. Kijk, we kunnen heel goed voetballen. We kunnen heel goed positiespel spelen. We kunnen heel veel kansen creëren. Maar dat begint wel met inderdaad taken uitvoeren. Gif, duels winnen. Ik bedoel, je kunt het over tactiek hebben. Je kunt het hebben over aanval. Je kunt het overal over hebben. Maar uiteindelijk begint het ook met persoonlijke duels winnen. Nou, dat hebben we in de eerste helft. Met name wat ik zeg, de eerste kwartier, 20 minuten echt nagelaten. Ja, en dan wordt Rosmalen gaat erin geloven. En die krijgen er ook nog 2 mogelijkheden om te scoren. Die maken ze. Ja, dan wordt het een lastig verhaal. En dat hebben we gewoon niet goed gedaan vanavond. Ja, laat dat dan maar een hele dure les zijn. Maar ook wel iets wat we mee moeten nemen de aankomende weken. Want voor zaterdag op Urk zou het niet anders zijn. Dat denk ik ook niet inderdaad. Die gaan dit ook terugkijken. En we gaan toe naar Urk. De penningmeester zal teleurgesteld zijn, want we gaan niet in de koker voor de volgende rondes van de beker. Laten we hopen inderdaad zaterdag Urk en dan gaan we daar weer verder. Yes.